Sinterklaas is er al. Hebben jullie nog niet gezien dan, Sinterklaas? Kom eens even laten zien hoe mooi jij bent. Zo, kom eens laten zien. Geef jullie eens een groot applaus voor Sinterklaas. Weet je wat ik wil gaan doen? Ik wil even gaan oefenen als Sinterklaas aankomt. Wil jij even hulp Sinterklaas zijn? Dan maken we even een poortje. Kijk. En dan komt Sinterklaas straks met de boot daar aan. Dus dan ga jij zogenaamd hier staan bij de boot. Ja? En dan gaan wij met z'n allen zingen. En dan moet jij opkomen lopen. Is dat een goed idee? Dus dan gaan wij zingen. Sinterklaas, je komt maar binnen met je knecht. En dan kom jij binnen. Hebben we nog een staf voor Sinterklaas? Is er nog een staf voor Sinterklaas? Is er iemand met een stok? Ja, dat is de staf. We moeten het wel oefenen met z'n allen, jongens en meiden. Oké, Sinterklaas, sta je er klaar voor? Is de band er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? We hebben nog een mooiere staf. Wacht. Oh, je maakt het wel spannend, Pieter. Kom, kijk. Dit is een echte staf. Kijk. Nou mis ik eigenlijk nog twee zwarte pieten. Twee kleine mini-pietjes. Wil jij mee, Piet, spelen? Kom. Drie pieten. En dan hebben we er nog drie. Ja, kom jullie maar even gauw. Zo. Dit gaan we dus oefenen als Sinterklaas straks echt komt, hè? 1, 2, 3, Sinterklaas! Zingen en we springen. De vogelen, het is zijn feestruiten. En we zingen en we springen. Zo blij, het is zijn feestruiten. Hier ben ik weer! De burgemeester heeft een belangrijke taak vandaag. Burgemeester, of u op de uitkijk wil gaan staan. En als u de boot ziet van Sinterklaas, dat u even een gilletje geeft. Ja? Ja, nee, dat... Durft u de trap op? Want de burgemeester, die kan dan zien of de boot er aankomt. En wat zien we dan? Zie, ginds komt de stoomboot, hè? Nog, u ziet nog niks, hè? Nee. Zijn de meisjes er klaar voor? Laat de meiden horen! Ja! Zijn de jongens er klaar voor? Ja! Zijn we er allemaal? Thank you.
stoomboot is. Ja, oh kijk, het gaat net als vroeger, hè. Als een echte trekschuit komt hij binnen. Het is een ouderwetse trekschuit. Kijk jongens. En wat zingen we dan met z'n allen? Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd. Voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan nog even bij ons aan en laat je paardje erbij. En dan gaan we springen met z'n allen! En we springen en we springen. Kom maar binnen met je knecht. Ik ga een stapje naar voren. Oh, dat is dan nog veel meer. Inderdaad, hallo allemaal. Hallo. Aan de overkant. Ik zal ook even zwaaien nog naar de overkant. Al die mensen hier in Ter Aar stonden op mij te wachten. En, maar dan is het echt heel mooi om jullie allemaal weer te zien. Hier. Ik heb al heel veel bekenden gezien. Ik heb Fleur zien staan en Henk Jan, Raymond was er ook bij. Echt heel veel, hè? Ik ga jullie niet allemaal opnoemen. Maar wie er ook stond, dat is de muziek en onze burgemeester. Of de binnenburgemeester, de burgemeester van Nieuwkoop. Burgemeester, wilt u eerst wat zeggen? Ja, het is misschien leuk om toch iets te zeggen, want ik heet u namens alle kinderen en ook alle oudere kinderen van Ter Aar hartelijk welkom. Ze zijn heel blij dat u er bent, want ik weet dat het een hele moeilijke weg was, een zware tocht vanuit Spanje. En wat de kinderen hier niet weten, maar dat u vanmorgen in Nieuwkoop toch wel best wat mee hebt gemaakt met die brand op de boot. Maar het is allemaal goed gekomen doordat de brandweer heel snel ingreep en u heeft geholpen. En heel slim van u, u hebt hier gewoon een Ter Aarse boot genomen. Ja, en dat gaat altijd goed. Dat is vertrouwd. Er werd net gezongen. Er zijn geen stoute kinderen bij. Nou, in Ter Aar klopt het helemaal. Ze zijn heel lief geweest. En ze hebben alle gepoetste laarzen alweer voor u klaarstaan. En ze hopen natuurlijk dat er iets moois en iets lekkers in komt. Hartelijk welkom. En heb een goede tijd in Ter Aar. Nou, dank u wel. Dat gaat best wel lukken, denk ik, in Ter Aar. Ik mag hier altijd graag komen. En ja, er wordt gezongen als wat lekkers. We hebben natuurlijk wat meegenomen. Maar als voorbeeld wil ik u als... u bent de eerste burger, noemen ze dat geloof ik. Dat zeggen ze. Dan wil ik u ook als eerste hier aan de kade een cadeau overhandigen. Iets lekkers. Bedankt. Ja? Ook uit Ter Aar, ja. Goed, alsjeblieft. Lang zal de leven, lang zal de leven in de Gloria. In de Gloria. Hij overhoofd, hij levert hoog. Hij levert hoog. Ja, ho, ja, ho.
Hallo lieve kinderen, hier hangt iets magisch in de lucht, ik voel het zinderen. Misschien komt dat wel door dit mooie theater. We hadden jou ook wel verwacht, maar dan iets later. Maar ik zag die kinderbedjes staan, besloot om even langs te gaan en kwam terecht hier op dit grote feest. Sinterklaas is weer in Terhaar, mede dankzij de winkeliersvereniging. Dat klopt inderdaad. Maar ja, het gaat toch om de Sinterklaas, hè? Niet om de winkeliersvereniging. Maar wij hebben er in ieder geval wel aan meegeholpen om de Sinterklaas naar Terhaar toe te halen. Dat klopt. Jullie sturen een brief en nodigen hem uit. Zo gaat het ieder jaar weer. En tot dusver, ieder jaar geeft hij daar weer gehoor aan om naar Terhaar toe te komen. Wat is uw band met Sinterklaas? Sorry? Wat is uw band met Sinterklaas? Wat mijn band is met Sinterklaas, we hebben een hele goede band. Ja, zeer zeker. En zeer zeker de cadeautjes, Pieten, die elke jaar ook weer hier in Terhaar de cadeautjes kopen. Daar hebben we een hele goede band mee. Maar ze nemen ook heel veel mee uit Spanje vandaan, hoor. Dus wat dat betreft, niet alleen uit Terhaar. U bent blij dat Sinterklaas weer in Terhaar is? Absoluut, zeer zeker. Ja, we hebben er weer naar uitgekeken. Ze zeggen dat ik tamelijk voortreffelijk ben. Dat is een eigenschap die ik ook in mezelf herken. Als ik vliegen kon, zou ik niet hoeven leuren. Geloof me, alles kan als jij het laat. Als eerste burger weer een cadeau namens Sinterklaas. Ja, ik ben heel blij mee dat Sinterklaas weer hier is. Ja. In Nieuwkoper doet hij bijna alle kernen aan. Ja, dat zijn er heel wat. En als je de hele dag met hem mee moet, dan ben je wel druk. Ja. Dus je bent net zo druk als Sinterklaas deze periode? Nou, ik heb het nu ook een beetje verdeeld. Dus er zijn ook wethouders die een beetje meedoen. Dus Trudy Veninga die heeft vanmorgen Nieuwveen gedaan. En in Langeraar is Guus Elkhuizen geweest. Ja, dat is ook zijn kern. Nou, eigenlijk niet, maar hij maakt het er wel. Hij woont er niet, maar hij is er wel druk mee. Ja, precies. Ja. Sinterklaas en de burgemeester, ja, dat moeten twee goede vrienden zijn. Ja. Maar daarom ben ik ook altijd heel blij dat hij er weer is. Want het was echt, vanmorgen in Nieuwkoop ging het bijna mis met hem. Vertel. Nou ja, er was een brand op de boot heb ik begrepen. Dus wij stonden daar maar te wachten bij het rechthuis. En wanneer komt die Sinterklaas nou eens een keer? Maar die is echt geholpen door de brandweerboot. Dus hij is met de brandweerboot gered. Ja. En vandaar dat hij hier maar weer in die Terhaarse boot is gestapt. Want ja... Het ging bijna mis, want hij kwam bijna iets eerder aan dan gepland. Ja, dat ging niet helemaal lekker. Maar goed, uiteindelijk is dat toch allemaal goed gekomen. Want we hebben hier goede vrijwilligers die dan wel zorgen dat het allemaal weer in orde komt. We moeten u ook danken, want u heeft goed op de uitkijk gestaan. Ja, ik heb een beetje mijn best voor jullie gedaan. En het ging goed, hè? Ja, complimenten. Oké, bedankt. Ja. Wat gaat u de aankomende weken doen? Ik gewoon werken. Maar ik hou wel een beetje in de gaten of dat allemaal goed gaat met die pakjes. Want ja, we hebben die berichten op de televisie gezien van die sleutels die weg waren. Dan heb ik vanmorgen van Sinterklaas gehoord dat de meeste sleutels wel weer terug zijn. Dus het zal wel goed gaan, denk ik. En anders houdt u er gewoon toezicht op? Ja. Hoeven wij ons daar niet druk om te maken? Nee, dat zou ik niet doen. Ik houd een beetje in de gaten. En desnoods grijp ik dan wel in, ja. Heel goed. Nou, dat is een veilig gevoel. Oké, goed zo. Sinterklaas weer in Ter Aar. Ja, inderdaad. En dan kom ik hier aanvaren. Naar Ter Aar toe en dan zie je al die kinderen staan. En dan zeggen mijn pieten al van nou Sint, ik denk dat de burgemeester er is. Want die zien we natuurlijk al aan die ketting. En dan al heel snel is het van oh, maar Marco is er ook weer. Dus dan zal het alweer televisieopname zijn. Ja, nou je ziet het, alles zit weer aan de buis. Maar dat betekent dus niet alleen Ter Aar, maar de hele regio. Ja? Nou hallo mensen, we zijn er weer dit jaar. Ja. Hoe was het toch naar Ter Aar? Naar Ter Aar zelf of bedoel je vanuit Spanje naar Nederland? Ja, dat hebben we mee kunnen volgen. We vinden het spannende naar Ter Aar. Ja, naar Ter Aar. Nou, dat was heel goed. Ja, want gelukkig heb ik voor Ter Aar altijd een aantal vrijwilligers. Die zijn ook met een boot die de vrijwilliger heet. Van het historisch museum. Het schitterend museum in Ter Aar. En die doen dat. En die varen me altijd
heel, met veel plezier hier naar Ter Aar toe. Zijn er wat kinderen die even hun hand willen geven? Want dat gaat allemaal maar door. Ja, dat moet door blijven gaan, hè. Want het zijn altijd wel hele lieve kinderen hier in Ter Aar. Ik geloof dat het een van de veiligste gemeentes is van Nederland. Ik heb het ook gehoord. Ja, ja, ja. Nou, dus ik kan hier gerust mijn stoomboot laten liggen en alles, zonder dat ik de pakjes kwijtraak. Sint, is het een drukke dag voor uw programma? Ja, zeker. We gaan nu even naar de Vlinder, de sporthal hier. Daar hebben de ondernemers van het Lindenplein hebben daar het een en ander laten organiseren. En ja, daar gaan we natuurlijk gewoon met volle teugen van genieten. Ja, en ook even de kinderen die daar zijn, ook even een handje schudden. Want ik denk dat er nog veel meer kinderen zijn als die ik nu net hier een hand gegeven heb. Sinterklaas, we houden u niet langer op. Veel plezier vandaag. Inderdaad, er staan nog heel veel kinderen te wachten ook. Hè. Die stonden nu al tweede rang. En dan ga even door de kinderen heen, gaan we naar de Vlinder toe. Een hele mooie dag en een goede periode in Nederland. Oké, okay, ja, en jullie nog heel veel plezier met jullie radio- of televisie-uitzendingen zijn er tegenwoordig ook, hè? Ja. Dankjewel. Okay.